Nou, welkom en leuk dat je afstemt op deze editie van Magic Mondays. Mijn naam is Maria van de Heuvel en elke maandag een visualisatie of meditatie om de werkweek goed mee te starten en een kickstart te geven, zou ik al willen zeggen. Nou, deze maandag gaan we het hebben over gevoel. Nee, je gaat contact maken met je gevoel. En dat is een belangrijk en onderschat iets, want heel veel mensen vluchten in hun hoofd of in allerlei gevoelens die meer emoties zijn. En ik wil je laten zien hoe je echt bij je authentieke gevoel in je lijf komt. Nou, daarvoor mag je als eerste een plekje uitzoeken waar je lekker kunt zitten of liggen. En sluit je ogen. En met het sluiten van je ogen is het net alsof je de volumeknop van het leven al een stuk zachter zet. Want je merkt dat het al vanzelf wel stil om je heen lijkt te worden. En alles wat eerst zo belangrijk leek, lijkt nu helemaal niet zo belangrijk meer. Oké, en wat ik aangaf is dat we een oefening gaan doen om contact te maken met je gevoel. Want waar we heel veel contact mee maken zijn je gedachtes. Die gaan bijna 24/7 de hele dag door. Of met emoties. Dat allerlei dingen je verdrietig, boos of blij maken of wat dan ook. Maar emoties is ook wat anders dan je gevoel. Er zijn meer dingen die je eigenlijk afleiden en veel mensen hebben moeite om de laag daaronder te benaderen. En dat is ook vaak de reden dat je misschien last hebt van stress, een leeg gevoel, niet goed weet wie je bent, wat je wil. Dat zit dus allemaal in je gevoel. Oké. Nou, en stel je voor dat je afdaalt in je lichaam. Letterlijk. En je begint in je hoofd. En je gaat gewoon met je aandacht door je hoofd heen. En dan ga je omlaag. Vanuit je hoofd door je hals heen. En vanuit je hals ga je verder omlaag naar je hart. En ga eens naar alle plekken in je lijf waar je nu nog niet bent, je hart, maar ook daaromheen. Voel eens echt van binnenuit dat lijf. En kijk eens of je nog wat meer naar beneden kan zakken. Ik wil je namelijk vragen om wat meer naar je romp, je middenrif en je onderbuik te gaan. Ze hebben niet voor niks altijd over het onderbuikgevoel. Het is een plek waar je ook echt aanwezig kunt zijn en waar veel mensen niet aanwezig zijn. Oké. Kijk eens of je daar gewoon kan zijn. En merk eens wat je merkt. Kijk, en het punt is dat we vaak niet naar die plekken in ons lijf gaan omdat ze niet prettig aanvoelen of oncomfortabel. En daardoor, daar hebben we eigenlijk een soort muur voor opgebouwd, waardoor we er telkens van weg blijven. Maar doordat we er weg blijven, leggen we er juist heel veel lading op. En ook de pijnlijke, vervelende momenten horen bij het leven. En als je daar gewoon naartoe gaat, wordt het veel makkelijker daar te zijn. En gaan ze juist veel makkelijker weg in plaats van dat je er als het ware tegen vecht. Dus ga met al je aandacht nu in je onderbuik. Kijk gewoon wat je voelt. Merkt. Misschien zie je iets, misschien voel je iets. Misschien voelt het fijn of juist niet. Het is allemaal goed. Ook als je niks merkt. Maar besluit wel om daar te zijn en voel hoe het is om daar te zijn. Voelt het licht? Voelt het zwaar? Oké. Nou, en laten we de oefening daarom even afmaken. Ik wil je vragen om vanuit je buik verder omlaag te gaan naar je billen, je geslachtsdelen, geslachtsorganen en je bovenbenen.
naar je knieën en nog verder. Je onderbenen en je voeten. En voel ook de onderkant van je voeten. En voel nu eens helemaal je lichaam. Oké. En misschien zijn er nu plekken die je niet kan voelen. Dat is helemaal oké. Hoef je niet te veranderen. Zie het gewoon als informatie. Je hoeft niet naar de psycholoog. Je hoeft niet je allerlei trauma's te verwerken. Maar zie het gewoon als informatie. En doe deze oefening gewoon weg vaker. Dan ga je vanzelf merken dat het makkelijker is op elke plek van je lijf te zijn. En laat gewoon toe wat er op dat moment naar voren komt. Oké. Dan mag je weer wat bewegen, mag je je ogen weer open doen. En dan mag je deze oefening afronden. En als je wil leren, als je meer wil weten van dat gevoel wat dieper ligt dan die emoties en het gevoel waarnaar je misschien al zo lang op zoek bent, omdat je je wel afvraagt of het alles is in je leven, dat je misschien wel soms leeg voelt van binnen, een beetje voelt dat er iets off is en je voelt dat er meer voor jou is weggelegd, je voelt dat er meer in je zit en dat je al die mogelijkheden in je werk of bedrijf naar buiten wil brengen, neem dan contact met mij op. Ik kan je leren hoe jij je intuïtie gebruikt in je leven en de natuurlijke communicatie met je lichaam weer herstelt, maar ook hoe je keuzes maakt die completer zijn, waarin je niet alleen vanuit je ratio of verstand kiest of alleen vanuit je intuïtie, maar waarin je de krachten van alles bundelt. En hoe jij werk kan maken van je missie, van het gevoel dat er meer in je zit, want er is wel degelijk meer mogelijk. Dat gevoel wat je hebt, dat is niet voor niks blijen. Dat klopt. Nou, je gaat naar de website happybusiness.nl en plan een van de gratis mission calls met mij in. Ik geef er elke maand een paar weg. Dan kun je kijken of coaching iets voor je is. En of jij er echt aan toe bent die volgende stap te zetten. Ik wens je nog een hele fijne dag toe. Bye.